Het is weer zover. Iedere zondag tussen 5 en 7, Michiel van der Brugge in Douchco. Met natuurlijk een terugblik naar de Haagse flitsende 50 uit de 80's. Jouw douche vol met disco. Elke zondag tussen 5 en 7 op Radio Stad. A 9, a 10, a 20, 50. She's bittersweet and a taco treat. She's strange, and I like it. She's strange, just the way she is. She'll be waving a skirt as a flag. Like a cold in October, she'll take you right over. It's not mean to be facetious. And that look in her eye says you're the guy she plans to spend this evening with. She's strange. And I like it. And I like it. Oh ja? Je zat er maar van houden, hè? Dat ze zo vreemd is. She's strange and I like it. Dat is van deze Camille. 50 komt die nieuw binnen. Vandaag in de lijst van 1984... We zitten vandaag in week nummer 20. Leuk dat jij er ook weer bij bent. En deze Camille komen ook een beetje van de Ohio Players af. Die kennen we al kent van Fire. Voor de rest is een van de leden, de bassist Aaron Mills. Die ging met de Outkast ervandoor. Die kennen we wel van de Outkast. Ja. Hey yo, hey yo, kennen. Hey yo, ja, dus van de Outkast. Goed, we zijn dus vandaag beland. 19 mei 1984 neem ik je mee. De komende 2 uur met deze lijst. Met Erik van der Veer, die deze plaat aanvoegt, nummer 50, Camille en She's Strange. Natuurlijk kan je van Victor Rabe verwachten dat hij deze plaat graag zou willen horen. Natuurlijk, want hij is Bobby Orlando-fan. Dat geldt ook voor Rick uit Rotterdam. We gaan naar de New York Models, die op 49 en zij zingen...
Bobby Orlando ergens ontdekt. Ja, zo'n project van allemaal projectjes die deze Bobby Orlando toen had, ook in de jaren 80. En we zitten natuurlijk in 1984, 49, 5 weken zonder zijn genoteerd. New York Models en dat heette natuurlijk een Version. Je weet dat er diverse radiostations hier in de buurt zijn. Je weet wel de nationale zenders zoals Radio 10 en Q Music. Q Music heeft de stem van. En de lach van is bij Radio 10. Nou vraag ik aan jou daar. Wat voor geluid is dit? Ja. Wat voor geluid is dit, jongens? Ik weet het niet, hoor. Je mag het zelf gaan bepalen. Altijd leuk om te weten wat voor geluid het is. Nou, verder in deze lijst ook nieuw binnengekomen. Net zoals Camillo met She's Strange, daarnet op nummer 50. Door met nummer 48. En dat zijn Agent Art Aeroplanes. Ja, nou, dat zou ik me voorstellen. Die tegenwoordig zit wel in een helikopter. Hè? Ja, dat wel. The Upstroke in een remix op nummer 48 nieuw. Aeroplanes was dat met die upstroke hier op nummer 48 genoteerd. En leuk dat je hem aangevraagd hebt. Niemand trouwens heeft deze aangevraagd. Maar het is ook een hele aparte plaat. Vandaar dus dat ik hem even toch wel draaide. En hij kwam nieuw binnen. En nieuwe binnenkomers draaien we natuurlijk altijd in de lijst van de Flits in de 50. En dat doen we iedere zondag tussen 5 en 7 hier zo live at 5. Waar ook iedereen in de chat zit, dames en heren. Wil je ook join the chat? Come into the chat. Anne is er ook natuurlijk. Hansie. We hebben ook Jonathan, natuurlijk. We hebben José Galantes, Mr. Willem. En ook natuurlijk onze Victor Rabben. Ja. Deze plaat is voor een man die hard aan het werk is met Marlon van Delden om een boek te gaan schrijven over de discotheek waar vele mensen in Den Haag gingen stappen. Dat was de Marathondiscotheek. Daarbij kijk Duin. Wie ging daar niet heen en wie was daar later op de avond niet op de parkeerplaats te vinden? Dat weten we natuurlijk allemaal wel. En dat weet ook Charlie Bruxey. Die vroeg deze Class Style aan. Dat is ook een klasse stijl dit hoor. In de B-kant had je nog Better Into Sweet. Hebben we het over deze vrouw. Die heet namelijk Linda Lewis. Maar zo heet ze natuurlijk niet echt. Ze heet Linda Ann Fredericks. Geboren, ja, schilder maar even. Ze is geboren in 1950, daar in West Ham in Londen. Als singer-songwriter. Ze speelt ook gitaar en ze kan natuurlijk ook zingen. En dat hoor je hier in Class Style. Yeah.
Linda Lewis en haar klerstaal. Dus nieuw op nummer 46. Verder met nummer 45. Rustig. Nee, dat heb ik niet over. Ik vind het wel leuk, Arjen. Vond je die leuk? Ja, verloren. Echt, dat is echt live radio, dit, hè. Iedereen zit trouwens ook over dat Songfestival te blaren, weet je dat? Ja, iedereen heeft er altijd weer een mening over. Nou, ik vond het wel leuk, Arjen. Maar er waren ook dingen natuurlijk hartstikke vals. Maar goed, daarentegen zeg ik net. Linda Lewis dus, Claire Staal, door Charlie Brusset, door met nummer 45. Goedemiddag. En dat is het nog steeds. Zij is hier, Jocelyn Brown, 1984, met Somebody Else's Guy. Radio Staten Haag. That you are somebody else's guy. Deze nummer 45, dat was zij, Jocelyn Brown en Somebody Else's Guy. Kan wel eens lekker zijn. Jocelyn Brown heeft natuurlijk heel veel dingen ook gezongen. Denk maar aan Snap enzovoort en The Power, daar heeft ze ook in geschreeuwd. Deze Jocelyn Brown. Nou, ook weer gedraaid natuurlijk vanuit 1984. Hier zo op jouw radio Stad Den Haag. Wij zijn hier weer live at 5. And we also join the chat, coming to the chat, because they're talking to each other. And they like each other. And they're going to the Eurovision Song Contest. Yeah, we're talking also about Madonna. Yeah. We gaan even niet naar Madonna. We gaan naar een man die in Italië natuurlijk gebeurd is. In Vicenza. Daar komt hij oorspronkelijk vandaan. Hij is geboren in 1963, deze man. Dus hij is een jaartje ouder dan ik zelf eigenlijk mag zijn. Maar voor de rest is hij nog steeds bezig hoor, met het maken van muziek. Hij is natuurlijk fan van Elvis Presley. Dat is wel te zien in zijn houdingen en ook zijn haardracht. Die hij ook op latere leeftijd aan het dragen is. Overigens, deze plaat is voor Henry... voor wie is die ook weer? Even kijken hoor. Marcel van der Harst. Ja, natuurlijk, Marcel van der Harst. Dit is nogal logisch dat dit van Marcel van der Harst is. Nou, hij heeft ook nog gezongen in Time and the Ram Band. Here She's the Devil. Oh, she looks at me when she walks around me, moving her body slow, as I never saw. When I look in her eyes, oh, I feel so right. Remember, I get wise. She's a devil in disguise. And you know, man, I need her now. She's a devil in disguise. So don't you tell me.
drives me crazy, letting me feel so blue. Heaven knows I could take my things and leave, but I'd be so blue, man, that I could die. Anytime I try to say it's over, man, she tells me I'm the one. And when it seems I'm leaving, she starts to please, man, she's a devil. Goeie plaat van deze man, deze George Aaron. Giorgio Aldighieri, zoals ze mag heten. Aldighieri. Ja, hoe spreek je dit in het Italiaans uit? Ga het zelf maar eens uitzoeken. Daar heb ik zelf ook heel veel moeite mee om het even een beetje uit te gaan zoeken hoe dat nou eigenlijk is. Maar Giorgio Aldighieri is de echte naam van deze George Aaron. En dat heette She's a Devil. Natuurlijk aangevraagd door de enige echte Marcel van der Harst, die afgelopen week, ik geloof dat hij ongeveer 20 jaar getrouwd was. Hoe leuk is dat? Nou goed, Marcel, nog gefeliciteerd met jouw trouwdag van de afgelopen week. Vroeger, zo weet je wel, hadden wij bel eens even 112. Ja, dat weten wij nog wel. Hè? 112 was het nummer om te bellen. Maar waarschijnlijk lag dat namelijk in Amerika weer heel anders. Want dat was een ander nummer. Ja, logisch. Als je dan 112 zou bellen, zou je in Amerika eens terechtkomen. Dat is ook weer niet de bedoeling. Daar hadden ze het nummer dat heette 999. We hebben het over Loose Ends, die je kent van Hanging on a String Now. En die hebben ook dit plaatje gemaakt. Ik moet eerlijk zijn, ik van Hanging on a String. Heb ik vorige week ook nog gedraaid trouwens in de Flits in de 50 van vorige week. Maar ze staan er dit keer ook weer in. In dit jaar 1984. Hier is het plaatje dat heet Emergency. You can pick me up. You can pull me down. Emergency. Dat is ook nodig, hè? Sommige momenten moet je even 999 bellen. Of zoals we vroeger deden, 112. Loose Ends, Emergency in de remix. Stond daar genoteerd op nummer 43 in jouw lijst voor vandaag. Leuk dat je hier geschakeld bent en fijn dat je erbij bent. Live at 5 is dit. En we zijn er tot en met 7 uur hier in Dusko. Your shower full of dance music of 1984.
Nou, door met de lijst vandaag, want het is wel heel erg leuk. Want ik zit met spanning te wachten of deze man ooit nog eens een keer naar Nederland gaat komen. En dat hij dan deze studio mag bezoeken. Want ja, ik was dan ook toch wel een favoriete fan, beetje van deze Paul Parker. Natuurlijk met de grootste hit vond ik dan weer zelf Right on Target. Misschien ben je het daar niet mee eens, of misschien ben je het er wel mee eens. Maar ik vond het echt een geweldige plaat, ja. Right on Target was echt de bom. Maar goed, in dit jaar, 1984, stond hij er ook. Zakte wel van nummer 27 naar nummer 41. 8 weken voor Paul Parker en Desire. En dat heette Desire, kwam van 27 naar 41. Voor de 8e week stond hij daar genoteerd. Ik moet even een nieuwe binnenkomen draaien, sorry. Het geluid van deze high energy dance music, dat is met diverse artiesten verschenen toen op Dureco. Dat is natuurlijk het disco label, onder andere wat je daar vast kon plakken, was dat high energy label. Of high fashion label, ja, high fashion label. Dit is nummer 40 nieuw, het hoogste die binnenkomen. High energy dance music in de mix van Ben Liebrand. Laten we er maar even een heel klein stukje van horen. Maar een heel klein stukje. Echt niet te lang. Het is goed om aan te horen. Echt. Alleen even voor het idee. Weet je wat? Mag toch? Taking you to the world of uptempo dance music. This is high energy. Dus volgens mij even heel kort. Trouwens, nieuwe binnenkomers waren op nummer 50. Deze Camillo met She's Strange. Heb je net gemist als je net ingeschakeld bent. Die Upstroke stond er ook in. Nieuw met Air Agents Aren't Aeroplanes. Nieuw genoteerd op nummer 48. En dan op nummer 46 nieuw hadden we Clash Taal. Met Linda Lewis. En op 45 nieuw Somebody Else's Guy van Jocelyn Brown. She's the Devil van George Aaron vonden wij 44 nieuw. En 43 nieuw Emergency 999 van Loose Ends. En nummer 43 is trouwens nog aangevraagd door Henry Schmink. Ik was zijn naam even vergeten. En de plaat die je net hoorde op nummer 41, dat was Desire van Paul Parker, was voor Bram Hermans, Harry Den Dulk en Charlie Brusset. Wat een feest is dit toch, jongens? Ja! Nou, door met de Gary's Gang. Je kent ze nog van Showtime! Ja, daar keken ze van.
Maar dit is ook een plaat die er mag zijn. Ging van 41 naar 37. Er stond 9 weken genoteerd. Hier is Run Away. If I meet another girl like you, I'll know just what to do. If I see another pretty face, you'll see me run away. Mama said, watch yourself, you're gonna get hurt with a runaway. She's here today, gone tomorrow, you're gonna get hurt with a runaway. Maakt de goede muziek ook in die tijd met deze Runaway. 9 weken zonder ze daar genoteerd. We zitten in 1984, dit is Live at 5. Je bent hier verbonden met Dusko. Live vanuit Sweet Lake City, hier op jouw radio Stad Den Haag. Overigens, even gitaartje stemmen. Ja, goed. Ja, gaat gelijk, jongen. Ja, even goed stemmen, ja. What's your name? Dat weet ik niet. Michiel van der Brug is een man. Ja, ja. Trouwens, 37 draaiden we net voor Martin Steeg. En ook voor Harry en Dulk, die onder deze 37 wonen even lekker op te luisteren deze Gary Jack. Kan ik me voorstellen. Nummer 36 is voor Henry Schmink. Ik vind hem geweldig. Deze Kenny G. En die zegt, hi, how you doing? Cause she's driving me insane, insane, insane.
Kenny G heeft ook nog Songbird gemaakt. En Songbird is meer eigenlijk een soort van filletje die je daarvoor zou kunnen gebruiken. Maar heel mooi. De man die speelt op zo'n apparaat waar hele leuke muziek uitkomt. Ik weet of het nou een... volgens mij is het een geen dwarsfluit, maar een fluit die van voren erin steekt. Ik weet het ook niet soms uit mijn hoofd, hoor. Sorry voor dit ongemak. Nummer 36 dus, Henry Smink. En in 1984 was het volgens mij in, want deze groep die stond namelijk met twee nummers in deze lijst voor vandaag. Dat vind ik toch heel idioot. Twee nummers. Stond ook in als Breakdance Party. Die zat op nummer 9 genoteerd. Dat weet ik niet zeker. Die gaan we ook nog draaien. Jezus. Twee keer deze Break Machine. Je weet wel. Hè? Daarvoor ben ik ook kaal geworden aan de bovenkant van mijn hoofd. En daardoor zijn ook heel veel mensen soms kaal aan de... Weet je wat, die hebben zo'n plaatje op het... zo'n kaal plaatje op het hoofd. Ja, dat komt door hun, komt dat, ja. En natuurlijk ook door de Rocksteady Crew met Hey You. Want die hebben er ook zorg voor gedragen dat wij op ons hoofd gingen draaien, dames en heren. Ja. Maar het leuke van deze plaat is dat daar zo'n lekker fluitje in zit. Hij zakte wel van nummer 22 af en stond op nummer 35 genoteerd. 14 weken al in de lijst. De Break Machine, speciaal voor Elroy Heesbeen. Hier is de Street Dance. Staan we trouwens over vandaag. Je hebt gisteren zo vals gezongen. Dan gaan we dan echt niet draaien. Stond trouwens op 33 genoteerd met Holiday. We hadden dan Lucky Star gedraaid. Ja, natuurlijk, is nogal logisch. Maar als je net ingeschakeld bent, 5:30. Goedemiddag. Ja. En verder met de volgende op nummer 32. Hier zijn Dayton en The Sound of Music. Radio Stap en Ha. Thank you.
was die deze Deiden hier op Stad Den Haag. Hoorde je hem voorbij komen. Van 23 naar 32 zakte die. Er stond toen 10 weken genoteerd met The Sound of Music. Ron McDonald die presenteerde natuurlijk ooit deze Haagse Flits in de 50 bij Radio Stad in 1984. En hij zei toen deze plaat uitkwam dat dit wordt een grote hit. Het is het ook geworden trouwens hoor. 10 weken stond hij al genoteerd. Vandaag 1984, 19 mei, week nummer 20. En we draaiden hem speciaal voor Erik van de Veer. Erik, deze was voor jou. Voor jou. Ja. En Henry Smink, die zegt ik wil deze. En dat kan natuurlijk. Ik zal altijd bij je blijven. Ik zal altijd bij je zijn. Ik ben je steun en toeverlaat. Ik ben altijd bij je. Links, rechts, voor, achter. Het maakt niet waar ik ben, maar ik ben bij je. Dat zingt deze vrouw. Deze Terry Wells. Ging van 47 naar nummer 31. En stond er 2 weken in. Met I'll Be Around. It is live at 5. Ik moet altijd een beetje aan een paard denken. Ik weet niet, ja, ik moet er altijd een beetje aan denken. Maar goed. In ieder geval draaiden wij hem hier voor jou op nummer 31. Zo stond hij daar genoteerd. En deze 31 is aangevraagd door Henry Smink. Door nummer 28 is voor natuurlijk Rick uit Rotterdam en Michelle O'Neo. Ik kan me voorstellen, want het is onder het motto van... Lekker man, heerlijk. Dat is zo'n plaat waar een drive in zit. Daar krijg je plezier van. Ik kan me voorstellen dat je dan op zondagmiddag lekker naar de radio aan het luisteren bent. En ook lekker hier in de chat zit bij Radio Stad Den Haag. En dat je dan gaat genieten. Jij chatters, kom er nog maar bij hoor. If you're a four-viewer listener, you can also comment to the chat if you want. We hebben Ewald hier, Anne. We hebben zelfs DJ Elroy, Dr. Red, Hansi. Joe Nathan, natuurlijk José Galantes. Mr. Willem en Victor Raben zijn er allemaal hier. Dus jij mag er ook bij zijn. Vindt hem neer. Maar als je gewoon normaal lekker aan het luisteren bent, vind ik het natuurlijk ook. En dat vind ik helemaal niet erg. Dit is prachtig, jongen. Oh. Die man had fluwelen handjes. Deze Mauro Malavasi produceerde deze plaat en hij schreef het ook. En dat hoor je dan ook alweer terug in deze. Deze Cube. Die stond er dus in 1984. Zakte van 16, ging toen naar nummer 28. En stond er 10 weken genoteerd. Met Cancer Boy. Take an old man's call.
Concert Boy op je radio. Prachtige. Ik zie jullie genieten daar. Zie je daar genieten. Je geniet er echt van. Dat deed ook Harry den Dulk en Leo Helsinga. Deden ze met tussen nummer 27. Is hij toch? Ja, 27. Nee, oh nee, sorry. Even verkeerd. 28 gaan we nog. 28, ja. Oh ja, 28. Was trouwens ook voor... Je had 28 was. Oh ja, 28. Rick Rotterdam en Michelle Neo. Ja, ik zei het er net eigenlijk al, maar goed. Zoals jullie weten zit onze mevrouw de Bats ergens in Ibiza. Waar je iedere morgen de krekeltjes hoort. Het ruisen van de zee. En gezelligheid heb je ermee. Zo prachtig is dat. Ja, doe maar even denken eraan, hè. Ach, vroeg het ook nog op vakantie ging in Spanje, man. Ja. Maar dit er zijn. We gaan even lekker door met jou daar aan de andere kant van de radio. Dat is veel belangrijker. Net dus even kijken. Nummer 28 gehad, nu met nummer 27 door. Werden door Harry den Dulk en Leo Helsinga aangevraagd. En ze wouden hem zo graag horen dat ik denk van ja, natuurlijk. Ja, hij hoort er ook bij, deze man. Deze Peter Brown. They only come out at night. Love is just a game. Weet je, maar dat de beginnende... Joehoe, ja, sorry. Zal een songfestival liedje kunnen zijn. Hè? Van 44 naar 27 voor de 11e week hier. Ja, dat ze alleen s'nachts komen, deze... Ja, wat het ook mogen zijn, ik weet het niet. Ze komen in ieder geval s'nachts. They only come out at night. Ik heb nog niet verteld welke figuren er gaan komen s'nachts, maar goed, dit er zijn. In ieder geval, dat was die Peter Brown. Hier op je Stad en Hagel, nummer 27 van nummer 44. Dat stond 11 weken genoteerd. Nummer 26 is trouwens voor natuurlijk mensen die houden van Gino Facchio. We hebben het over Rickard Rotterdam, Martin Steeg, Henry Schmink en Mark Lobenstein. Maar je zou denken, die Gielemans gaat nu Turn It Around draaien. Nee, dat doen we niet. Ik heb van een Spanjaard geleerd die in Barcelona woont, die heet Sergi Elias. Die zegt, only hear the B-side, only hear the B-side. En dat heb ik nog steeds in me opgenomen. En ik vind hem ook nog lekker eigenlijk ook. Out of My Life is de B-zijde van deze Gino Facchio.
Je kan erover peinzen, je kan erover nadenken, je kan er uren over praten. Dat gaat over dat songfestival precies hetzelfde. Wat is goed en wat is slecht? Ik vind dat je ook moeilijk kan beoordelen bij zo'n songfestival. Je hebt een rustig nummer. Je hebt een nummer waarmee ze helemaal vanuit de peppie en kokkie gaan. En dat moet je dan gaan beoordelen van wat is wel goed en wat is niet goed. Ja, ik zou dat niet kunnen, maar dit is hij. Maar voor de rest heb ik wel genoten gisteren. Ik vond het wel erg leuk. Ja, het is gewoon vermakelijk. Is het gewoon vermakelijk. Nou, de BZR draaiden wij dus van deze Turn It Around. Misschien ik morgen wel de haak aan draai. Want morgen is natuurlijk ook weer een uitzending. Want dan zijn we er weer met P.D. Moore, met de Soulmate. En daarna ga ik even freewheelen. Ja, dan ga ik even mijn familie opzoeken. Dat doe ik dan altijd een beetje in de richting van Harderwijk, er in het Dolfinarium. Daar heb ik heel veel familie zitten, ja. Nou, verder met deze leuke plaat trouwens. Ja, de nummer 25 in de lijst voor vandaag is voor Martin Steeg. En zometeen, dames en heren, krijgen we de twee achter elkaar. Gemixt door onze Hansie H. Je hebt Ali B, maar je hebt ook Hansie H. Nou, hier is Frantic Love van Eastbound Expressway. Jocelyn Phillips en Karen Freeman. Dat waren de twee leden, zeg maar, van deze Eastbound Expressway. In de Frantic Love, genoteerd in jouw lijst op nummer 25 van 33. En daar stond hij voor de tweede week. Nu is het tijd voor ons enige echte Hansie H. En Hansie H. heeft twee nummers achter elkaar een beetje door elkaar gehusteld. Dat heeft hij op een andere manier gedaan. Dat heeft hij leuk gedaan, jongens. Ja, Chase komt er ook zo meteen nog aan. Maar eerst even nummer 24 en nummer... Was het ook alweer? Nummer 19, ja. 24 en nummer 19. Kijk eens even goed na. 19 is die Anglia remix. Dat is de mix waar sommige mensen denken, ik heb een hond, ik ga eens naar buiten. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik vind het wel weer leuk. Want die Anglia remix begint natuurlijk met, je weet wel, die Big Ben. Je weet, ja, dat weet je. Nou, dat heeft hij dan ook weer leuk gedaan, deze Hansie H. Wat heeft ze achter elkaar gegooid? Je hoort Café Society, Somebody to Love en de Anglia mix. Hier op Radio Stad Den Haag in Live at 5. Bye.
werd trouwens ook aangevraagd door iemand. Dat moeten we nog even bij vermelden. Want het is heel belangrijk dat jij er ook bij vermeld wordt. Nummer 9, die was Paul Lichtvoet. Die wou deze horen. En trouwens, die andere plaat, dat was Café Society. Die werd eigenlijk nog niemand aangevraagd. Vind ik eigenlijk wel een beetje lullig, hè? Maar goed, we hebben toch even gedraaid. Café Society, Somebody to Love, ging van 18 naar 24. En stond maar liefst 10 weken genoteerd. Gemaakt door Hansie. En nummer 19 dus. Die hoor je zo meteen niet meer. Dat is weer even makkelijk natuurlijk. Maar, dit is die weer. De Roland TR-808. Dames en heren. En dat is gemaakt door James Bond. Dit is een speciale remix. Daarvoor hoor je hele gekke geluiden er af en toe doorheen. Nou, we hebben hem ook even uitgekozen, want ik denk, laat ik eens even een andere draaien van Change of Heart. Ging van 19 naar nummer 23. Transplantatie, ja. Change of Heart was dat van deze Change LP, stonden ze daarmee in. We draaien even een stukje van de remix van deze Change of Heart. Je kent ze natuurlijk wel, deze Malavasi ook weer. We hadden natuurlijk ook weer Cube met Concert Boy vandaag in de lijst. En hij heeft ook meegewerkt aan deze Change, samen met die Jacques Fred Petrus. Je weet, je kent ze wel. Hebben heel veel voor Change gedaan. En het is natuurlijk waanzinnige muziek, al zeg ik het zelf. Ja, echt waanzinnig. Maar dan nu. In dit programma. Overigens, nummer 26 draaiden wij voor Richard Rotterdam, Martin Steeg, voor Henry Schmink en voor Mark Lobenstein. Ja. Deze is ook voor Martin Steeg. Ja, even kijken hoor, is nummer 25 nog dit of ben ik nou weer gek? Nee, Fredrik Lam, gaan wij houden maar aan. Hebben we al gehad? Oh, ook al gehad. Oh ja, Victor Raben en Lobenstein was nummer 23. Ben ik er weer een beetje bij? Ja, ik ben erbij. Dit is ook voor iemand anders, maar dat vertel ik je zo meteen. Close.
Deze Rufus en Chaka Khan, dat heet Ain't Nobody. Genoteerd nummer 22, kwam er toe van 24, zonder 4 weken genoteerd. De plaat is aangevraagd door 2 nieuwe mensen die in het feuilleton zitten van de stemmen op de flits in de 50. Dat is Ram Gharib en Nirvan Matabadal. Nirvan Matabadal en Ram Gharib hebben dat gedaan. Voor deze mooie plaat van Rufus en Chaka Khan. Het blijft ook een mooie plaat. 4 weken stond hij trouwens daar in de lijst voor vandaag, 1984, genoteerd. Ja, dan gaat hij weer verder in de lijst voor vandaag met flitsende 50. Nummer 20 zakte trouwens voor nummer 5. En stond al 5 weken in de lijst. En nummer 20 is voor Mark LaHague. Deze is voor jou en ook voor jou. Dit is Let's Break. Als je naar de botsauto's toe ging op de kermis, dan hoorde je altijd dit soort plaatjes erbij gaan. Master Genius, Let's Break Into the 80s. Genoteerd op nummer 20, Mark LaHague, die voegt deze plaat even aan. Hebben we ook even van een klein stukje gedraaid. Nou, we draaien nummer 19 dus niet, dat is logisch. Mai Tai ook niet, helaas. Want What Goes On is ook niet opgestemd. Maar wel op deze man, deze Mel Brooks, dames en heren, is wel opgestemd. Dus, zou zeggen, in de maat, anders werd de juffrouw kwaad. Down in Munich town, and pretty soon the word started getting around. So I said to Martin Bormann, I
in the fatherland. I said, Achtung, baby, I got me a plan. I said, what you got, Adolf? What you gonna do? I said, how about this one? World War II. But it wasn't enough, so I called the boys. I said, boys, get cat. Now I surrounded myself with some unusual cat. There were skinny little girls and girly Mr. Fat. Let's not forget old Himmler and Hess. You better believe we made a hell of a mess. Say hi, hi, ziggity hi. We're gonna rip it on the people. For Martin Steeg, ja, to be or not to be, was deze Mel Brooks. Ging van nummer 8 naar nummer 17, 7 weken in Deenlijst voor vandaag. Ja. Was een soort satire omtrent het Hitler-tijdperk, het Nazi-tijdperk. Daar heeft hij dan een beetje een disco-plaatje over gemaakt. Goed, verder met nummer 16. Bram Hermans, Hensy Green. Hey Hensy, hoe is het ermee? Harry Den Dulk, ja. Oh, dit is zo lekker, man. Was de liefde maar zo makkelijk. Ja, was het maar zo makkelijk. Dan was het ook heel makkelijk geweest. Maar zo makkelijk is de liefde niet. Want de liefde is ondergrondelijk. Dat wordt ook wel eens gezegd. Hier is Vicky Benson op nummer 16. Van toe van nummer 49 voor de 10e week met Easy Love. En easy love. Makkelijke liefde. Is toch een klein stapje naar dit, hè? Ja, een klein stapje. Ja, toch wel. Want sommige vrouwen zijn altijd op zoek naar de prins op het witte paard. Ja, sommigen nog steeds. Die denken van, nou, waar blijft die? Ja, maar dat is dan weer die gemakkelijke liefde die weer gekoppeld is aan de witte paard-syndroom. Kan ik het zo noemen? Ja. Nou, in ieder geval, het was een goed doorstijger dus van 49 naar nummer 16. En voor de 10e week deze Vicky Benson. Verder met laidback. Je kan je echt laidback gaan liggen. Zo, weet je, hallo friends. Dan ben je al helemaal lekker bezig. 6 weken in de lijst. Van 12 naar 15. If you gonna ride, ride a white horse.
White Horse. Hè? Mag geen zwarte zijn, nee. Mag niet, nee. Schrikkelijk, geen zwarte. Zwarte Piet ook niet, dus ook geen zwarte maat. Liepen ze de tijd vooruit, joh. Hey, toe. If you wanna ride, don't ride the white horse. If you wanna ride, don't ride the white horse. White horse, don't ride the white horse. White horse, don't ride the white horse. No, no, no. Rotterdam en Anne Rabbe, die vonden dit toch weer even lekker om te horen. En er zit ook een heerlijke bas in, dames en heren. Er zit echt een bas in. Maar, dames en heren, onder het motto van... Hey, ja, daar gaan we! Ja, nog een keer voor vandaag, want je hebt al gehoord de New York Models met Fashion. 49 stond hij daar genoteerd in deze lijst van 1984. En deze New York Models waren ook van een bar afgerukt om mee te gaan zingen. En toen zei Bobby Orlando, kan je zien? Yes, I can sing. Nou, zo zat er ook een keer een man achter de bar. Die heette toen toevallig Erik. En dan heeft hij ook maar toevallig gezegd, ik noem je gewoon maar Erik. Ja. Maar er was ook nog een laatste vraag die hij weer stelde aan Erik. Who's your boyfriend? En Leo Elzinga, die wouden hem horen. Nou, dat kan natuurlijk, hè. Erik, en who's your boyfriend? Even door met nummer 12. En 12 is aangevraagd door iemand die niet zo vaak iets aanvraagt. Hensie Green, zo heet hij.
Hij is zeg maar vechtgenote van Sandra Poots. Kan je ook op Facebook doorkijken. Ja, dat zijn gewoon leuk. Die gaan leuk met elkaar om. Maar in ieder geval, deze plaat vroeg aan. En ik moet altijd denken in het begin van deze plaat aan Victor Raben. Want Victor is natuurlijk een stratenmaker op zee. En als je dan op deze maat in die stoeptegel rammen kan, dan is dat toch lekker mensen. Ja, boem. Drie keer hebben we hem uitgebracht hier bij Radio Stad Den Haag. Het blad Beatbox, dat was het toen ook in die tijd. Ja. Zij gingen trouwens van nummer 14 naar nummer 12. 9 weken in de lijst. Art of Noise, hier is Beatbox op je radio. In je mand. In je mand. Nog een keer. Ja, in je mand. Ik heb zo gezegd, als een hond in je mand moet, dan zeg je in je mand. Het was die Heart of Noise in de beatbox. En inderdaad, White Horse is niet, gaat niet alleen over het witte paard, maar, joh, wat maakt het uit, Joe Nathan? Dat hoef je mij allemaal niet uit te leggen. Ik weet heus wel wat witte poeder is. Echt waar. Weet je heus wel wat witte poeder is. Maar goed. Verder natuurlijk, want wij hebben nog heel wat plaatjes te draaien. En dat willen we jou natuurlijk voorschotelen voordat het 7 uur is. Met straks nog even lekker DJ Pete Nederpelt in een mix die ik jou zal voorschotelen. Zometeen om 7 uur, ja. I'm
was een beetje de zomerse klanken voor deze zomer misschien. Want er wordt gezegd dat 2019 best een jaar gaat worden waar we heel veel zon gaan krijgen. En waar het heel warm gaat worden. Galaxy en Phil Vernon en What Do I Do When I Wanna Get Through To You. Dat was hier trouwens deze plaat, nummer 11, aangevraagd door Martin Rus. Dankjewel Martin voor het aanvragen van deze nummer 11. Nummer 10 is voor Victor Rabben, Alex Huizing, Hensy Green. En voor Gerrit van der Meer, die op het laatste moment nog even bijgevoegd is. Ik heb alleen één plaat niet voor je kunnen draaien, Gerrit, want ik had daar geen tijd meer voor. Ik ben nu al hard bezig om het allemaal er doorheen te kunnen krijgen. Ja, te kunnen krijgen. Dit is de remix van deze plaat die je net nu gaat horen. Shannon heet zij. En Shannon ken nog van Let the Music Play. Here's Gimme Tonight op 10. Gimme Tonight ging van 28 naar 10 en stond 15 weken al genoteerd hier. Nummer 9 is voor Martin Rus, want die zegt... Nou, we hebben hem al gedraaid eigenlijk met de street dance. Maar ze staan hier ook in met deze plaat. Maar even nog dit. Vandaag 19 mei 1985 komen Tears for Fears naar Edinburgh voor een concert. En zo'n prijs van zo'n kaartje is £4,50. Dus kan je nagaan, 1985 kost een kaartje maar £4,50. Daar kan je een breakdance party voor geven, man. Tonight.
Lekker fluiten met deze breakdance party van de Break Machine. Genoteerd natuurlijk op nummer 9. Wat toen trouwens van 25 en stond 2 weken genoteerd. Deze 9 draaiden we voor Martin Rust, dames en heren. Ja! Hij is nog steeds bij je tot 7 uur met The One and Only. Je weet wel. De flitsende 50. Wij gaan eens door met een mooie plaat. Aangevraagd onder andere, laat ik het even maar zo zeggen. Door, even kijken. Oh, nou, door Marcel van der Harst. Voor zijn vrouw. Hier is Raf, Self Control. Radio Stad en Haar. Control, Radio Stad is dit. Leuk dat je nog steeds luistert naar je douche-co, je douche vol met disco. En natuurlijk Live at 5. Zoals mevrouw de Bats het een beetje lekker verzonnen heeft. En dat vind ik een hele leuke uitdrukking. Natuurlijk draaien we deze Ralf met zelfcontrol niet alleen voor Marcel van der Harst, maar ook voor Hensie Green. Niels O'Sorren, dankjewel. Elroy Heesbeen en ook Erwin Den Hoed. En Jules Meijerink. Jules Meijerink. Jules, ook bedankt voor de stem op deze plaat. Nummer 8, Self Control van Raf. Ja, er is natuurlijk ook nog een Laura Branigan van deze Sjaalplatte. En daar zijn de meningen nog over verdeeld. Want de een zegt, ik vind die van Laura Branigan beter. En de ander zegt, nee, ik vind die van Raf beter. Ja, nou, Raf, dat klinkt natuurlijk meer Italiaans. En als je dan Italo gericht bent, dan denk je al gauw aan die Raf met Self Control. Dat lijkt me namelijk nogal logisch. Een plaat die op nummer 7 staat. Vraag ik even voor Hans. Ha, Hans, ha, Hans, ha. Ja, omdat hij natuurlijk iedere week trouw zijn mixjes maakt. Twee plaatjes achter elkaar gooit. Dacht ik van, nou Hans, deze gooi ik er nog even voor je doorheen. Hier is Ramming Speed en Walking to Your Room. We'll be right back.
Walk into the room. Ik zag het meteen. Jij was het. Je bent het. Jim. Running Speed. Speciaal voor Hansie H. Hier in de radiostad Den Haag. Je weet het, met de Haagse Flits in de 50. 1984 doen we vandaag. En we doen even lekker met jouw week nummer 20. Nog een aantal platen te gaan. We doen 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zoals ik het hier bekeken heb. Even nog een klein ding. Wat gebeurde er vandaag trouwens in 19 mei 1989? Erik de Zwart gaat voor het eerst bij Radio 3 de top 40 presenteren. En voor de rest in 2007 komt Diana Ross hier in Ahoy. Ahoy! Ja, daar komt ze aan optreden, deze Diana Ross. Nou, verder met de welbekende plaat. De Italo's der Italo's. Zo mag hij dan ook wel genoemd worden, denk ik. Ja, dat is toch ook zo. Meneer Joe Dolce, zoals hij mag heten. Hij leeft helaas niet meer, die deze plaat gemaakt heeft. Maar je ziet maar weer dat de muziek dan blijft bestaan. En dat de muziek ook weer bij jou weer verewigt. En dat de muziek jou toch weer blij gaat maken. Zo is het nou eenmaal. Nou, door met nummer 6. Trouwens, 7 was op 7 blijven staan. En stond al 4 weken in de lijst. Deze staat er 7 weken in. En is op 6 blijven staan. En op nummer 6 wou natuurlijk Marcel van der Harst, Jules Meirink, Michelle Neo, Hansie H. en Gerrit van der Meer wilden deze plaat natuurlijk horen. Het is een krachtige plaat uit 1984 van Kay Buray. Nummer 6, deze Ride by the Moon van Kay Buray. Door met nummer 5. 4, 3, 2 en dan nog nummer 1. Vanavond straks, om 7 uur, hebben wij een leuke mix voor je. Ik heb hem opgezocht. We hebben bij Radio Stad een leuke stack. En dan kan je uit die stack kan je leuke mixen halen. En ik heb er eentje gevonden van DJ Pete Nate. En ik dacht, waarom zou ik die nou eens een keer weer gaan draaien? Nou, ik hoop dat je het met me eens bent. Ik maak even Van der Brugge, dames en heren. Hij gaat natuurlijk met Dennis van den Berg naar Mexico. Mexico! Ja, daar gaat hij heen en dan gaat hij daar draaien. Dus dat vind ik gewoon leuk om weer eens even een oldschool mix van hem te kunnen vertonen hier op jouw radio Stad Den Haag. Maar dat doen we dan zo meteen na deze uitzending natuurlijk. Even door met nummer 5. Die kwam toen van 10 af en stonden er 2 weken genoteerd. Die zijn de Pointer Sisters en hier is Automatic. Look what you're doing to me. I'm utterly at your whim. All of my defense is down. The camera looks through me with its x-ray vision. And all systems run aground. All I can manage to push from my lips is a stream of
straks automatisch. Hoef je niks meer te schakelen, hoef je niks meer te doen. Dan is het gewoon een kwestie van auto rijden en de auto doet het zelf. Nou, ik ben benieuwd of dat nog gaat komen. Maar automatic was dat van de Pointer Sisters. Leuk verhaal zit er nog achter. Dat zou Hansie even leuk vinden. Ik ging naar Cartoes in Utrecht met Rick Eeman, Koos Spoor en een aantal mensen van Radio Stad Den Haag van die tijd. En toen ging ik voor het eerst naar Cartoes en zag ik daar Tom Poppes draaien. En ja, Tom Poppes kon redelijk mixen, maar hij kon alleen de maat nooit zo goed vinden. Want als je 1, 2, 3, 4 hebt, moet je de volgende plaat ook met 1, 2, 3, 4 erin gooien. Maar dat deed die Tom Poppers niet. Nee, die pakte dan 4, 3, 2, 1. Nou, dan liet het ook wel, maar dan klonk het even een beetje belabberd. Maar goed, deze plaat is ook gemixt door de grote man die hier in de marathon uitgedraaid heeft. Onze Erik Benjamin stond hier op nummer 4 genoteerd. En die was voor Martin Rus, Elroy Heersbeen en Leo Elzinga. Dit is een break night in de marathon op 4 met diverse artiesten. Stond op 4 genoteerd, kwam toen van 3 af. Er stond 5 weken al in jouw lijst voor vandaag. Diverse artiesten, Vicky Zo Robinson stond er ook bij natuurlijk, met Everlasting Love. Heeft daarna ook nog Sandra Cretou, onze Sandraatje, heeft dat toen ook nog gezongen. Dat is toch weer aardig om te weten. Nou, nummer 4 was natuurlijk voor Martin Rus. Hebben net al verteld, Marian Eichhorn. Ja, Kale Zwaard en Paul Lichtvoet, Light Feet. Ja, die voegen deze 4 aan. Door met nummer 3 alweer in de lijst voor Elroy Heersbeen en Mark Laheek. Die, kan me voorstellen, jongens. Dit is toch een van de betere platen van Fun Fun. Nou, zeg maar ja. Ik denk als je een echte Italo-freak gaat vragen wat is echt de beste, dan ik denk dat deze Call My Love toch beter is dan Happy Station. Ja. En als je een happy gaat doen, bijvoorbeeld misschien een beetje stampot, dan hap je lekker, hè? Nou, stampot hoef je eigenlijk amper te happen. Dan is gewoon een kwestie van een beetje fijnmalen nog, de kleine harde deeltjes. En daarna gewoon lekker doorslikken. Ja. We gaan door met nummer 3. Tot toe voor nummer 4. Stond 7 weken in de lijst. Hier zijn ze, Fun Fun. Verschijnt dan ook in Nederland op Dureco. Ja.
Daarna werd het ook nog high fashion label, dat weet je. En er gaan ook nog steeds meer dingen van... het vinyl komt weer terug, hè? Je weet het. Nou, ik zou zeggen, kleur de liefde. Ja, color my love. This is Eddie Huntington. I am Ken Laszlo. This is Silver Pozzoli. Hi, this is John Solly from Rofo. Hi, this is Leanne Ross. You're listening to Radio Stad Den Haag. Then you're listening to Radio Stad Den Haag. Radio Stad Den Haag. You're listening to Radio Stad Den Haag. Keeping the music alive. Radio Stad.
hem eigenlijk nog nooit gehoord. Maar toch een keertje om te horen, leuk. Deze Electric Theater en de Ballet Dancer, twee blijven staan. Stond 5 weken genoteerd. En deze Electric Theater, nummer 2, was voor Victor Haben en Marcel van der Harst. Nummer 1 gaan we nog draaien voor Bram Hermans en Gerrit van der Meer. Nou goed, er zijn niet zoveel mensen die altijd nummer 1 aanvragen. Want ja, we worden natuurlijk nogal logisch gedraaid. Maar daarentegen is het natuurlijk wel leuk als je hem aanvraagt. Want dan weten we dat jij van die nummer 1 ook houdt. Nou, eerst nog even een overzicht, dames en heren. Ja, daar komt-ie. Op nummer 10, Shannon met Gimme Tonight. En dan op de nummer 9, Breakdance Party van de Break Machine. Raf stond er ook in met Self Control, nummer 8 en 7. When You Walk in the Room van Rimming Speed. Cabaret, Ride by the Moon op 6 en 5. En Automatic van de Pointer Sisters. Diverse artiesten met de Breaknight in de Marathon op 4 en 3. Call My Love van Fun Fun. En daarnet hoorde je Electric Theater en hun ballet dancer op nummer 2. Tijd voor de nummer 1. Hier is Evelyn Thomas in High Energy. Trouwens, de nummer 1 voor vandaag, 1984, week nummer 20. 19 mei, nou we met je door hier. 1 blijven staan en stond 8 weken in de lijst. Deze Evelyn Thomas en High Energy. Bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer. Vergeet ook deze week niet de Facebook, Marathon, Facebook-site... en ook Radio Stad Den Haag in de gaten te houden. Nou, ik zie de lijst weer verschijnen voor volgende week. En ik zeg veel plezier, natuurlijk, met de man die ook mixen kan... Hij heet DJ Pete Nate. We doen een rewind mix nummer 54, 55, 56. Nee, 26. Smakelijk eten.